Toch bij Max van B bij deel 5 alweer. We waren net bezig, we hadden een onderbreking omdat ik moest plassen. Oké, we hadden net het hout gehakt. Nu gaan we door met het huis. Voor de mensen die nu pas kijken, we zijn begonnen in een wereld samen met mijn vriend. Ik heb een aantal tips gegeven. We zijn hier net even aangekomen. Ik ben zonder vriend en nu gaan we dus het huis afmaken. Als je meer wilt weten, kijk je even de afleveringen 1, 2, 3 en 4. Oké. Dit vind ik wel mooi zo. Ik denk eigenlijk dat we nu zoveel hout hebben dat we ook wel een tweede kunnen maken. Tweede verdieping. Oké. Deze moet weg. Oh ja, lekker. Er was nog zand daar zo. Dat is wel even handig. Oké. Zo. Later kunnen we het altijd nog even mooier maken. Het gaat om even een huis hebben om de nacht door te brengen. Als het huis klaar is, dan ga ik het gewoon weer even met de zombies aanzetten. Ja, je gaat echt nog een tweede verdieping opkomen met dit hout. Ik heb pas 1 keer 64 gebruikt. En het is al nu bijna weer klaar. Oh ja, dat dak nog natuurlijk. Zo. Nou, het begint al ergens op te lijken. Maar later bouwen we hier toch nog een tweede verdieping op. Dus die tweede komt echt wel. Oké. Waar kunnen we even hebben? Nog 64 als het goed is. Ja. Oké. En dan maken we hier nog even een splitsing. Oké, dat is goed. Ik zei vorige aflevering dat je nog wel leus kon bij het sneeuw. Oké, dat gaan we nu allebei doen, want ik heb toch voor dezelfde dingen nodig. Ah, mooi. Precies wat ik nodig heb. Nee. Ah, oké. Heb je wel een schep voor nodig, wat je nu wil doen? Hoeft niet per se van iron te zijn. Oké. Dan ga je dus daarheen. Even dan alleen met de schep dit en dan hak je op het sneeuw en dan krijg je sneeuwballen, allemaal sneeuwballen. Zo, hoeveel heb je er al? Oh, aantal. Oké. Sneeuwballen gevecht. Je kan hem zoveel hakken als je wilt. Oké, dan gaan we nu even wat zand hakken. Oh ja, ik hoop dat we met deze video de 50 likes halen. Want dat gaat lukken deze keer. Dat zou dan de eerste video worden die dat ooit heeft gehaald. Dus, als je mee hebt, liken, hè? En niet disliken. Dat vind ik natuurlijk niet leuk, zo leuk. Nou, oké. Maar je eigen mening moet je geven. Oh ja, gisteren heb ik nog even een telling gedaan voor mijn spreekbeurt. En 24 januari is dat, 2016. En toen hebben we geteld. En toen waren er 34.662 minuten bekeken in totaal altijd.
Laat ook nog even in de reactie achter wat je vindt van langere afleveringen. Of je het juist nou leuk vindt of niet leuk. Dan gaan we kijken welke het eerst bij de 30 is. En dat beslist het. Hoe lange afleveringen er gaan komen de komende tijd. Dus jullie kunnen meebeslissen over hoe lang de afleveringen worden. Als je wil mag je ook nog even bijschrijven wat voor minuten, hoe lang ongeveer je wilt. Dan. Oké, dan doen we even het zand erin. Oké, wat kunnen we ondertussen gaan doen? Het dak moet van glas. De ramen gaan van glas. Ah, ik denk nog wat zand hakken. Oh, nou eerst die schaap doodstel ik van. Oké. Dan zijn we alweer op weg voor het tweede bed. Dus. Maar als je. Dus vind je het leuk? Vooral liken. Oké. Ja, gaan we even. Nou, volgens mij hebben we denk ik wel genoeg aan. Nog een schaap. Daar zag ik volgens mij in de verte ook een schaap. Kijken. Oeh, ja. Oké. Ja, daar is mooi nog een schaapje. Dan hebben we alweer genoeg voor twee bedden. Ja, want als ik geen graan heb, anders had ik die koe het huis in gelokt. Nu moet ik hem helaas slachten, koe. Zo, dat ging in één klap. Ik had wel verwacht 3 klappen. Nou, oké. Hij is dood. Ondertussen is er ook wel een aantal glas klaar, denk ik. Ah, ik heb nu toch maar nog 2 wol. Ik heb het waarschijnlijk gewoon niet opgepakt. Maar jammer, dat komt wel later een keer dan. Dood ik wel nog een schaap. Maar als je van die XP-punten wilt, vooral de nacht doorbrengen. Want voor zombies krijg je nog veel meer door dan een koe te doden bijvoorbeeld. Krijg je veel meer voor een zombie. Oké. Ik stel voor even nog wat hout hakken alvast. Omdat er nog meer glas komt. Of wacht, kijk even of het hier doorligt. Nee. Nou, wel nog een XP-puntje. Oh, daar ligt het door. Ja, dus. Nu hebben we ook voor het tweede bed. Maar heb jij nog zelf een speciaal voorstel om een video van te maken? Laat het achter in de reacties. Heel vaak gebeurt dat. Ik weet bijna zelf niks meer. Maar voordat je hem achterlaat in de reacties, wel eerst even checken of die al een keer niet is gemaakt. Oké? Maar je mag altijd. Kijken. Ik zeg tenslotte, hoe meer video's, hoe beter. Maar als ik bijvoorbeeld in deze keer in de wereld een keer mijn aflevering moet maken met mijn tips. En dan moet je dat ook gewoon even achterlaten in de reactie. Oké. Echt, hoeveel hout zo'n grote boom heeft. En dan hak ik nog ineens alles. Oh, nog meer cacao. Oeh, dat kan nu echt net niet bij. Jammer, ik kan nu echt net niet bij. Ik zeg even, we gaan weer terug. We hebben nu denk ik echt wel genoeg voor een tweede verdieping. Zie je, zo'n pik heeft ook meer nodig. Maar ik dacht altijd, kun je meer klappen nodig hadden dan zo vaker. Nou, niet van. Oké. Misschien als we een keer een appel tegenkomen, dan kunnen we misschien een paard temmen. Dat is misschien ook wel leuk. Maar als je niet zeker weet of het op de Xbox ook kan, vraag het gewoon even. Anders, ik heb het ook nog op de iPad. Dus dan, meestal kan het wel wat je vraagt. Dus, oké.
Oh, precies nog één ruit en dan hadden we de ramen af. Dan hoefden we alleen nog het dak. Oké, dus nu af. Nou komen we lekker ver mee, zeg. Maar ik zag nog iets staan, dat hebben we ook al gezien. Daar zo, dus ik stel voor om dat nu gewoon te gaan hakken. Oh, nog een beetje speelpuntje. Wat heel lekker. Als je je afvraagt wat je met XP-puntjes kan doen, dan moet je gewoon even, ja, hoe heet dat? Dan moet je zo'n enchanting table hebben volgens mij. En dan kan je er dingen mee maken. Nou, dat kan ik nu niet zo goed laten zien, maar misschien dat ik het nog een andere keer laat zien als we klaar zijn. Als iemand heeft gevraagd met de mijnen, als we vinden toevallig obsidian en diamonds en dat kunnen we meenemen, dan kunnen we zo een ding maken. Maar ik weet niet hoe we zo makkelijk hoe we aan appels kunnen komen. Volgens mij komen ze niet uit zo'n oerwoud, maar wel uit deze. Oh ja, en als je nog een keer een ander commentaar voor een ander huis hebt, bijvoorbeeld een mooi in de boom, dan kan ik dat ook gewoon doen. Dus hoe meer huis in deze wereld, hoe mooier, hoe bewoner het wordt. Het is jammer dat mijn vriend er niet bij is, want die zou anders en heel goed wat kunnen maken, zo'n huisje. Dus dat ik nu even in mijn eentje ben. Oh ja, nog een tip voor een mijnen. Altijd als je een cave ziet, ga gewoon in de cave. Of zullen we nu gewoon even in mijnen of in de volgende aflevering kijken? Misschien is hij wel dichtbij een cave. Nou, ik zie geen cave op dit moment. Maar misschien daarboven. Nou, dat bezoeken we wel een andere keer in de aflevering. Nou, aangezien deze aflevering toch zo lang wordt, aangezien we nu toch niks te doen hebben. Kunnen we net zo goed meteen gaan. Ik heb nog zilver, even sticks. Ja, ik heb al een beetje alles wat ik nodig heb. Dan maak ik nog even snel zilveren hakbel. Oké, daar ben ik helemaal klaar voor. We gaan even kijken of daar een cave is in die weg. Of nou in ieder geval iron. Zo. Oh, klei. Altijd ook even hakken. Klei is ook wel handig. Wacht, ik pak gewoon even een shovel erbij. Het gaat wat sneller. Snel hakken. Oké, we zijn klaar met de handel. Zo, maar een half handje. Dus, even kijken. Oké, even wat gebruiken. Ja, hier. Zo, dan kunnen we even ons even opstapelen. In ieder geval, daar zie ik nog een cave. Als het is geen cave is, nee, dat is het niet. Nou, als het is in ieder geval kool. Volgens mij dat ik dat net zag, ja. Nou, dat is ook altijd even handig om de oven mee aan te steken. Shit, wat val ik gewoon weer. Even kijken, maar je hebt altijd op de Xbox een map, op de iPad niet. Als je begint, kijken. Kijk, kan ik het huis zien? Ja, ik kan het huis al zien. Even kijken. Waar was die grot die ik net aanwees? Daar. Oké. Nou, dan gaan we even weg naar de grot. Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, volgens mij heb ik wel lichtjes bij me. Ja, ik ben er nu echt helemaal klaar voor. Kijk, ja. Of is het? Nee, het is toch geen grot volgens mij. Nee, balen. Of? Ja, toch wel. Nou, kom op, dat meen je niet. Ik heb er toch weer twee toortjes aan verspild. Ik weet ook waarom. De vraag waarom hak ik die. Pak ik die dan niet meer? Oh, wel handig zo'n cave.
Nou, dan weet ik in ieder geval waar ik ben geweest. Volgens mij gaat deze ook dood. Oh, hij loopt wel weer dood, maar wel nog even wat zilver lekker. Altijd handig. Zilver is altijd nog handig. Oké. Even kijken. Dan hebben we gewoon geen keef. Dan moeten we weer terug. Kijk, hier zit ook een keef volgens mij. Oh, hier ja, toch nog een keef. Echt serieus, loopt die ook weer dood? Gaan we nog een keef vinden die niet dood loopt? Ah, ik zie het oerwoud daar dus. Daar is dus mijn uitslag in. Ik denk dat ik zo meteen weer naar beneden val als ik daar al eraf loop. Maar boah, maakt me echt niet uit. Oh nee. Oké. Ondertussen zijn we weer bijna bij het huis. Dat is een beetje... Wacht, waar is het dan? Waar is het? Oh, daar is toevallig een woestijn. Nou, ook wel een keer leuk om daarin te gaan. Of is dat nou daar ook? Oké. Oh, daar is mijn huis. Ik ben er al voorbij. Nou, ik ga gewoon nog meer voorbij. Ah, wel een waterput, maar... Oh, hij saved even automatisch. Dat gebeurt gewoon even af en toe. Moet je gewoon even wachten. Oké. Nee, ik dacht dat ik de cave hier ergens zag. Nee, vals alarm, geen cave. Terug naar ons huis en snel slapen, zou ik zeggen. De zombies staan toch uit, dus ik heb toch niks te doen anders. Maar het huis is bijna klaar, dus we kunnen bijna met de zombies. Het is alleen nog immuun voor creepers en spinnen. Oké. Maar wist je, niet alleen de mensen uit Nederland kijken, ook uit een beetje in veel landen. Een aantal landen in Europa, dichtbij Nederland, kijkt ook. Maar er is ook één land dat ligt heel ver weg. En dat is Zuid-Korea. Daar 0,2% van de mensen kijkt vanuit Zuid-Korea. Dat is denk ik één mens of zo. Maar het is toch wat. Oké. Ik heb weer een glasblok dat ze en dan moet weer weg. Heb ik weer een glasblok verspild. Speelt hier nog een glasblok? Ja, er zit nog wel genoeg kool in. Wat kunnen we doen? Nou, ik denk dat we ook deze kant wel van hout kunnen maken. Dat we het laatste rijtje even maken van glas. Dat we dan even van hout gaan maken. Dat lijkt me wel even wat makkelijker. Ik vind het jammer dat er niks is van hoe je glas kan terugkrijgen als je het verkeerd doet. Dat het ook in één keer weg is. Nou ja, volgens mij kan dat niet, maar misschien kan het ofzo met de scheppen. Maar in ieder geval niet met een... Ik weet wel met wat er niet kan. Maar ik weet niet met wat er wel kan. Oké, dat hout is op. Dan maken we gewoon van dit. Oerwoud hout. Dan maken we dit nog even weg. Nou, ik zeg bijna dat het huis helemaal klaar is. Wordt natuurlijk nog wel eens, komt er nog wel eens een verandering aan, maar de eerste verdieping is
klaar. Nu, dat was het laatste blokje. Ik laat alleen dit blokje even open. Ik hang dat even weg. Oké, want daar kan ik dan mooi een trap maken. Oké, even kijken. Er is niks genoeg voor een trap. We hebben echt heel weinig trappen nodig. Maak ik volgens 27 trappen. Eigenlijk wel een mooi uitzichtje. Oké, wat hebben we nodig nu? Wat kunnen we nu doen? Ja, eigenlijk weet ik het eigenlijk niet meer. Ja, houtargumenten hebben we zo vaak gedaan. Ja, nou, dat was het dan voor deze keer, zeg ik maar, hè. Maar vergeet dus niet reacties achter te laten wat we nog in deze wereld kunnen doen. En ik hoop dat we de 50 likes halen. Doei!